Mijn naam is Christy Beugeling en samen met Gijs Burgers van Ketelbink Bier zijn wij Brouw. Hier op Marconia willen we de eerste groene bierbrouwerij van Europa gaan neerzetten. Wij worden de eerste groene bierbrouwerij omdat onze bierbrouwerij volledig van stro gaat worden gebouwd. En in samenwerking met het havenbedrijf gaan we het afvalwater wat uit de ketels komt gebruiken om er scheef mee schoon te maken. Daarnaast gaan we vergisters aanschaffen, waar we de resten van het hop en mout in kunnen doen, waar we weer groene energie mee kunnen opwekken. Uit enthousiasme zijn we al begonnen met brouwen in huurketels in Delft, nadat onze eerste klanten zich aandienden, ondanks dat de brouwerij hier nog niet staat. Met onze architect van Strobouw zijn we begonnen met het maken van tekeningen. Naar aanleiding daarvan zijn we nu in gesprek gegaan met investeerders, om zo snel mogelijk te kunnen vestigen hier op Marconia in het Vierhavengebied. Op 27 mei doen we mee met Crowdfors Rotterdam en willen we jullie de volgende vraag stellen. Als commercieel bedrijf is groen zijn heel interessant, omdat we ons bier kunnen aanbieden tegen een lage kostprijs aan de horecaondernemer. We willen niet alleen dat de horecaondernemer zich interesseert in ons bedrijf, omdat wij bier tegen lage kosten aanbieden, maar juist ook om ons groene imago. Dus onze vraag is, hoe krijgen we de horecaondernemer meer geïnteresseerd in ons groene imago? Denk je ons te kunnen helpen? Kom dan 27 mei naar Crowdfors Rotterdam of stuur ons een e-mail.